19 jongeren hebben een basiskapperscursus succesvol afgerond. Zij hebben gisteravond hun certificaat in ontvangst genomen in de vergaderzaal van HINT. De deelnemers aan de cursus waren voornamelijk tienermoeders, kansarme jongeren en drop-outs. Hun deelname is mogelijk gemaakt door de ministeries van Sport en Jeugdzaken en HINT. Het doel van deze zevendaagse cursus was om jongeren de basiskennis en vaardigheden van het kappen van haar aan te reiken en hen economisch weerbaar te maken. Margot Biervliet van Sport en Jeugdzaken haalde aan dat de jongeren ondanks deze cursus moeten blijven studeren. Daarnaast liet Donnegie Malone, onderdirecteur ondernemerschap HINT, weten dat het ministerie verder kan helpen. Maar maak het ook niet tot een heel erg serieus beroep, waardoor je de school gaat verwaarlozen. Want van ons uit is het belangrijk dat je de school succesvol afrondt. Dat is het belangrijkste prioriteit voor ons, dat je je school succesvol afrondt. En natuurlijk, als je trainingen hebt gevolgd en je hier en daar wat geld bij kan verdienen om jezelf te onderhouden, dan zijn wij altijd blij dat dat ook kan. En zullen we altijd onze bijdrage leveren om jullie in de gelegenheid te stellen soortgelijke trainingen te volgen. Maar indien je mogelijkheden wil hebben om verder jouw onderneming of hetgeen waarmee je bent gestart verder uit te breiden, feel free. We hebben open deal policy vanuit het ministerie sinds de aantreden van deze minister. En zeg, wij zijn er voor ondernemers. Wij zijn er voor mensen die willen gaan ondernemen. Dus laat die drempel verkleind worden en als er iets is, kunt u vrijblijvend langslopen bij het ministerie. De training is verzorgd door Vanessa Grootfaam, manager bij Queen's Fans Hair & Nails. Ze zegt dat ze zich verder zal inzetten voor deze jongeren. Stephanie Timo, een van de cursisten, gaat ook in op de cursus die zij de moeite waard vond. Sommige momenten gaan we bijeenkomen om dus dat hun ook skills gaan aanleren, zodat ze later andere tienermoeders, andere drop-outs kunnen motiveren. Andere kansarmen om te zeggen, je bent niet geboren om arm te zijn. Jij moet het verschil uitmaken. En dat alles hebben ze me ook gezegd, willen we doen. En het stemt me echt goed en ik ben echt trots op ze. Ik vind ze geweldig. Ik persoonlijk wou niet meer naar school gaan, omdat ik vond dat ik al kinderen heb en dat ik wil werken om mijn kinderen te verzorgen. En toen kwam een motivatie van een 28-jarige die op 17-jarige leeftijd een kind kreeg. En ze is nu bachelor in handelskennis en ze gaat voor master. En als zij het kan, dan kan ik het ook. Dus... Ja, als zij het kan, kan ik het ook. Dus ik weet niet of ik dit moet zeggen. Het was een haarcursus, maar we hebben meer dan het haar geleerd. We hebben geleerd hoe we ons moeten presenteren, hoe we ons moeten articuleren, hoe we verantwoordelijk moeten zijn. Het was echt de moeite waard. Stephanie Timo, een van de cursisten van de basiskapperscursus. Daarvoor Vanessa Grootfam, manager bij Queen's Fans Hair & Nails, die de cursus heeft verzorgd. De cursisten werden ook voorzien van een basispakket om als kappers aan de slag te gaan.